yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. Somebody over here. Yo boys, jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag zit ik hier met Jan en Linda. En wat er vandaag dus is, misschien kunnen jullie het achter me zien. Wij zitten in het mooiste stadion van Nederland, namelijk de Amsterdam Arena. En wat wij hier aan het doen zijn, ja, we zijn op een greenscreen. Dit is geen greenscreen, lief schat. Ik weet niet eens hoe ik een greenscreen moet instellen. Ja, in, daarom is mijn stream, want dan heb ik alles ingesteld voor je. Oh, ik heb bijna 4 in ieder geval, wij zijn dus in de Amsterdam Arena zoals je kunt zien. En wat wij hier aan het doen zijn is hier... Vind je ISL kijken toch? Hier is ISL? Ja, het is ISL Benelux finale. ISL Benelux finale wordt hier uitgezonden en volgens mij ook gedaan, weet niet. Op een of andere manier. Maar in ieder geval... Ik heb dat het lelijkste station. Hey, stil, stil. Stadion, sorry. Maar wij zijn hier dus en wij zijn aan het... Een leuk feitje hebben, horen. Streamen, ja, tuurlijk. Ik zei vroeger in plaats van stadion altijd station. En in plaats van station altijd stadion. Dus ik zei altijd, ik ga nu de trein pakken, dus ik ga even naar het stadion. Ja, maar Jan. Je bent retarded. Ja, dat, ik wist dat je dat gezegd. Nee, maar we zijn op dit moment dus aan het streamen. Voor nog een paar uurtjes, want we zijn al even een aantal uurtjes bezig. We zijn nu 2 uur live, we gaan nog een uurtje verder. Ja, we zijn nog, dus ja, dus dat. Sorry. Dat hoef ik niet meer uit te leggen. En dan zijn we straks hebben we meet and greet met jullie allemaal, super awesome. En morgen precies hetzelfde, gaan we ook weer streamen en zijn er ook weer meet and greet. Maar dat is eigenlijk een beetje wat er aan de hand is en ik neem jullie weer mee naar dit awesome, awesome event. Sowieso super awesome dat we hier in de Amsterdam Arena zitten. Ik vind het een unieke plek om te streamen, dat is super relaxed. Goed verhaal, en, 5,5. Ik ga jullie gewoon meenemen, dus vandaag neem ik jullie mee en morgen neem ik jullie ook waarschijnlijk wel een stukje mee. Dus dat wordt super awesome. Druk natuurlijk op dat like knopje, dat blauwe duimpje. Kijk, hier zo. Oh, goed, dit is een pure fire. En dan gaan we nog even verder. Dus jongens, tot zo. Daar ook. Nou jongens, we staan nu bij de meet and greet. Houd je bek, Tiesto. We staan nu bij de meet and greet. Van mij is wel weer een foto. Ik word genegeerd. Kijk. Hallo. 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 We gaan vloggen en meet and greet gaan. Dat staat aan. Nee. En hier staat nog de rij. Voor wat het nog is. En het gaat super lekker. Even op mijn horloge kijken. Hoor. Even op je horloge kijken. Oh ja. Oh, prachtig horloge. Wat dan? Wat moeten de mensen doen? Liken! Liken en? En? Kijken! En? Kijk eens liken, hè? En? En je streams kijken. En? Hé, ze hebben het nu over jou, ik zie nog niet. Volg op Twitter, Insta, Twitch, Snapchat. En? Ja! En die van Jan natuurlijk. En? 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 Ja, en van Linda. Of van de hele Rietartje. Die begrijpt het, joh, hè? Dus wij zijn nog wel even lekker bezig en ja, het gaat lekker tot nu toe. Het gaat heel erg lekker. Morgen gaan we dit ook natuurlijk doen en dan gaan we een hele mikmak all over weekend doen. Dus super top. Well, let's see what's gonna happen in this pistol round. I mean, Esther Gaming, it's not done yet on this match. It's still possible. Let's believe. Let's make us believe for production manager Warner. Oké, jongens, ik ben weer thuis. Ik heb niet heel erg veel opgenomen. Ik ben ook echt gewoon heel erg kapot. Ik ben gewoon nu weer lekker thuis. Ik moest vanuit Duivendrecht moest ik de trein nemen naar Hilversum toe. Het is nu, als ik even snel kijk, precies 12 uur in de nacht. En ik moet nog een super gaaf video voor jullie opnemen. Waar ik niet veel over mag vertellen. En nog even de Gunsmith. Jullie zullen vast al wel gezien hebben wanneer deze video online komt. Dus super awesome natuurlijk. En ik ga dat nu nog even opnemen om 12 uur en editen. Dus komt goed. Ik zie jullie morgen bij dag nummer 2, jongens. Slaap lekker eens. Oké. Het is inmiddels dag 2. Ik ben gisteravond dus nog doorgegaan. Zo, Dennis zegt in de chat Santino vettietjes. Moet je kijken naar hem. Anyway. Ik ben dus vannacht nog doorgegaan met Chromo en hij gaat wel even vloggen andere man. Dingen gedaan, een beetje geëdit, een beetje gerenderd. Ik ben echt volgens mij tot 3 uur of 4 uur doorgegaan in de nacht. Dat was kapot moe. Ik ben er weer bij het Amsterdam Arena. Jawel. Super prachtig natuurlijk en wij streamen vandaag, ja we streamen vandaag alweer. Wij streamen vandaag GTA 5 races en waarschijnlijk gaan we nog ook een beetje Call of Duty doen, dat moeten we nog even bekijken.
Maar weer super awesome. Het is gewoon weer dezelfde planning als gisteren. En hopelijk eet je wel. Jij bent mooi en perfect. Dus dat is super relaxed. De video's die online komen, ik hoop dat jullie daar echt super hyped over zijn. Kom met de greets, krijg van mij. Want ik mag er volgens mij nog niks over vertellen. Maar dat komt zeker goed. Ik hoop dat jullie het gaaf vinden. Jullie tenen stinken. En jouw teen stinkt. En ja, dus we gaan er gewoon weer een lekkere dag van maken. Gewoon weer lekker met de greets. Gewoon weer lekker livestreamen voor 3 uurtjes. We gaan er lekker van genieten. Dus geniet lekker van deze dag nummer 0. Ben je nou klaar? Nee, hoor. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Mijn lens. Je moet hem laten. Hij kijkt in de les, maar hij kijkt naar het scherm. Helemaal niet, ik kijk in de lens. Nee, je kijkt naar het schermpje, bro. Wow, ik ben fucking donker. Nou jongens, de streams zitten nu alweer op. Geen goed hè Jan? Tweeten. Wat tweet je? Dat ze bedankt voor het kijken. Ah, nice. En het was echt super awesome. Wat vind jij ervan, Linda? Super vet. Nou, tof. En het is nu net voorbij. We gaan nu nog niet inpakken en wegwezen. We gaan nu eerst naar de livestream. Dat is een goeie, die is net voorbij. Nee, we gaan live bij de livestream. Nee, we gaan nu naar de meet and greets toe. Daar gaan we allemaal mensen van jullie. Gaan we daar natuurlijk even meeten. Even praatjes maken, even foto's maken, handtekeningetje maken. Ik heb gewoon daarnet, dat heb ik niet gevlogd. Maar ik heb daarnet gewoon hier even lopen voetballen. Super awesome. Kun ik gewoon zeggen dat ik op het veld van Ajax heb gevoetbald. Het is niet echt bepaald nu een veld, want er komt een soort evenement hier. Ik weet niet, een soort concert. Daar zijn ze ook mee bezig. Ook tijdens de stream hadden we daar een beetje last van het geluid. Maar het maakt niet uit, we gaan nu naar de meet and greet toe. Super awesome. Duurt ook weer volgens mij een uurtje. En daarna gaan we volgens mij afbouwen, lekker eten, lekker kloten. Het duurt totdat we iedereen hebben gehad. Het duurt totdat we iedereen hebben gehad, precies, inderdaad. Dus dat gaan we lekker doen. En dan gaan we lekker chillen. Gewoon een beetje voetballen, denk ik. Een beetje eten. Ja, eten hoort er ook bij. Dus ja, super awesome. Super gaaf stream natuurlijk. En super awesome dat jullie er ook weer bij waren. Echt waar, heel erg bedankt voor jullie support. Super tof. En ik zie je zo. Lekker niet. Nee, nou, we zijn hier dus nu bij de meeting, jongens. Het is echt niet normaal druk. En we gaan nog verder naar achter. Ergens daar, helemaal daar. Het is echt insane en we gaan er lekker van genieten, jongens. We gaan lekker handtekening uitdelen, even lekker praatjes met jullie maken en even foto's schieten. Dat komt zeker goed.
Hiernaast me staat de grootste gamer die er is. Namelijk Jim was daar bijna verder. Terwijl Jim. Hij denkt dat hij gerekt heeft in FIFA, maar dat is niet zo. Hij heeft gewoon slecht internet. Oh hey! Hij heeft gewoon slecht internet en dat kan hij niet tegen. Ik heb wel een hele mooie pik op zijn arm getekend. Hé Jim? Ja, tuurlijk! Esso naar mijn moeder! Esso naar mijn maskie! Hé Jim? Hele kut? Ik ben cool. Slechtste FIFA-speler ooit. Hoeveel? Geen internet, kan geen internet betalen, niks. Echt slecht. Echt heel erg slecht. Anyway, de meet-and-greet is bijna ten einde, zoals je kunt zien. De rij wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Jim, ga zeggen met je dikke kop. Die is bijna af. Mag nou dan gaan we lekker hierna genieten. Mag nou op de foto met je? Ja, mag je met me op de foto. Ik mag zelfs in de vlog komen. Doe eens. Ja? Nu moet je een shout-out doen. Shout-out naar... Alle drie met de laat. Oké. Dus het is bijna klaar en ja, we gaan nog even lekker genieten. Zoals we bij iedereen hebben gedaan, ga ik ook mijn vlog afsluiten op een leuke manier. Ik wil ten eerste een dikke shout-out naar ISL en aan Jan natuurlijk. Voor het meenemen van Linda en mij. Of Linda en ik, of hoe je het ook wil noemen. Dennis, als je het kijkt, wees geen taalduitser. Grammarnazi dat. Het is dat. En we hebben daarnet ook dus, zoals ik al zei, op het, op het veld van Amsterdam Arena voetbal. Dat is echt een zieke ervaring natuurlijk. En het zit er eigenlijk al een beetje op. We hebben net de setup afgesloten. Alles zitten we in de dozen, dus yes. Op naar de volgende locatie. Op naar de volgende locatie. Dat gaat natuurlijk niet morgen al gebeuren of over een paar uur. Lekker rustig aan doen. Het is video-opneemtijd. Het is video-opneemtijd, ja zeker. We gaan naar Parijs. We gaan naar Parijs. Naar Parijs. Nou, dat ooit. Op de Eiffeltoren. Ja, dat is toch streamen. Wauw. Nieuw doel. Dat is echt insane. Dat is echt, dat doel is een doeltje. 2017. Maar in ieder geval jongens, ik ga hier bij de vlog afsluiten. Mocht je het leuk vinden, vond natuurlijk van een blauw duimpje achter. Ben je nu mijn kanaal, zet natuurlijk mijn kanaal uit voor meer van dit soort video's. Abonneer natuurlijk op die van Linda en natuurlijk op Jan. Want Jan mogen jullie niet vergeten, Linda mogen jullie niet vergeten. En de mijne mogen jullie niet vergeten. Nee, en die helemaal. Dat is logisch toch. Sneeuwwitje, nou lekker weer. In ieder geval, ik zie jullie weer bij een volgende vlog. Later jongens. Later.